Nederland heeft zich achter het klimaatakkoord geschaard van Parijs. Inmiddels hebben we ook een nieuwe versie van het klimaatakkoord in Nederland. De praktijk is dat op wereldniveau er vooral wordt gepraat, maar ergens moet het gedaan worden. En dat is in de wijk. Dat is lokaal, regionaal. Dus dan gaat het over betrokkenheid van burgers. Hoe organiseer je eigenlijk die energietransitie? Dat is een enorm complex vraagstuk. We noemen dat een governance vraagstuk. Hoe organiseer je dat? Welke partijen moet je erbij betrekken? Hoe betrek je ze? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat burgers accepteren dat er die enorme verbouwing moet gaan plaatsvinden? En dat zijn bij uitstek vragen waar we hier in Tilburg sterk op zijn, waar we expertise hebben, ervaring hebben. Er gebeurde al heel veel in die wijken natuurlijk voordat we met dat SMILE-project van start gingen. De uitdaging is om dat een beetje gestructureerd te doen en wat systematisch te doen. En dat is ook bij uitstek de rol die wij als universiteit vervullen om daar constructief, kritisch mee te denken over wat er gebeurt. Dat doen we mede door zogenaamde lab-sessies. Nou, we zijn in de eerste plaats al betrokken geweest bij het ontwerpen van dat lab. En als ik het over een lab heb, is het de regio als lab. Hè? Dus een experimenteer, leer en innoveeromgeving met kleine labs daarbinnen, 10 wijken in die regio. Per wijk hebben we in ieder geval één keer een sessie in de wijk over problemen of uitdagingen in de wijk en de interventies die men wil inzetten om in de eerste plaats burgers ook betrokken te krijgen. We wachten niet met het geven van onze perspectieven tot het eind van het hele project, die brengen we ook al vroegtijdig in. En daar zit ook een beetje onderwijs in. Hè? Dus wij brengen onze expertise en ervaring in het project. En we hebben er ook expliciet onderwijs aan gekoppeld. We hebben een studententeam nu ook die participeert in het hele lab. Vervolgens, nu die labs gaan draaien, nu er wat gaat gebeuren in die wijken, zijn we ook geïnteresseerd in het monitoren. We willen ook evalueren, willen leren van wat daar gebeurt. Als het gaat over het betrekken van burgers bij de energietransitie en het versnellen van die energietransitie. Wat werkt dan? Dus daar staan we nu, dat blijven we dus doen. Maar dan is het natuurlijk niet helemaal, als SMILE afloopt, hebben we plannen. Dan moet er ook nog veel gebeuren, dan moet die manier worden uitgewerkt. De gedachte is wel dat die plannen nog worden getest, ook in het kader van het SMILE-project. Dus dat we niet alleen wat hebben ontworpen, maar dat we ook een eerste test hebben gedaan. Dus daar zijn we nu mee bezig.